Lieve mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. De tweede proefvideo die ik na een tijdje weer heb opgenomen. Het is niet dat ik dit soort dingen, of tenminste de producten die ik proef, dat ik die allemaal meteen achter elkaar doe, zoals sommigen doen in een video. Maar ik proef gewoon wanneer ik de zak openmaak en dat leg ik voor jullie vast. En deze beelden heb ik weer achter elkaar geplaatst om voor jullie een leuke video in elkaar te steken. Oh, jongens, ik ben zo benieuwd. Moet je kijken wat ik vond. Vegan muffins met choco en hazelnoot. Tenminste, dat had ik vorige week al gevonden. Maar die hebben we nu bij de Jumbo. En ik had ze dus vorige week al meegenomen. Dus ik had ze even in de vriezer gedaan. Maar ja, ik wilde ze heel graag bewaren voor de proefvideo. Dus ga ik ze even laten ontdooien. Of tenminste eentje, want die andere wil ik natuurlijk een andere keer opeten. En dan ga ik ze voor jullie proeven. Maar in de tussentijd tot die ontdooit, kan ik me lekker douchen. Dus dan ga ik me eventjes opfrissen. En weer eventjes mijn werkritme eraf spoelen. En dan ga ik deze voor jullie proeven. Oké. Bij nader inzien heb ik toch besloten dat ik er zoveel zin in had dat ik ze gewoon allebei genomen heb. En ik heb ze hier, zoals ik net liet zien, in een bakje gedaan. Want dan ga ik het als een soort van twee taartjes opeten. Wel een goede tip wat ik nu net had, want ik had ze natuurlijk ingevroren. En als je ze dan uit dat folietje haalt, als ze nog bevroren zijn, zeg maar, dan blijft er geen cake aan dat folietje zitten. Dus dan kun je heel makkelijk dat folietje ervan afhalen. Maar ik ga hem wel even proeven. En er zitten echt hele stukjes hazelnoten. En hij ruikt ook echt naar volle chocolade. Maar hoe smaakt die? Heel rijk van smaak. Oh, heel zacht. Echt gewoon volle, pure chocolade. Niet echt puur, maar wel een volle, donkere chocoladesmaak. Heel zacht. En die stukjes hazelnoot, die geven het echt net dat beetje extra, zeg maar. En hij is niet te zoet. Zelfs nu nog voelt het heel zacht op mijn tong. Oh, dit is echt een geslaagde muffin die ik vaker ga proberen. Vandaag heb ik voor jullie in petto de Overnight Oats Naturel van de yoghurtbar. Ik ben zelf wel eens een keer, toen ik opgenomen zat in Zeist, ben ik wel eens naar de yoghurtbar geweest. En dat vond ik echt super lekker. Toen hadden we frozen yoghurt gehaald. Dus ik was heel erg benieuwd naar deze. Ik heb hem al in een schaaltje gedaan. Het is een beetje, ja, het lijkt een beetje slijmerig, maar dat komt misschien door het toevoegen van chiazaad. En dat neemt natuurlijk, naarmate het langer in vocht is, neemt het vocht op. Maar ik ben wel benieuwd hoe dit smaakt. Het ziet er op zich, ja, een beetje slijmerig uit, maar op zich niet vies. Oh, dit is heel lekker. Lekker zacht. Die chiazaadjes maken het een beetje puddingachtig van smaak. Een beetje frissig. Zou er iets van citroensap in zitten of zo? Even kijken hoor. Ja, citroenzuur zit erin. En een beetje, ja, een beetje siroop. Chiazaad, lijnzaad. Oh, balsamicoazijn. Balsamicoazijn, dat geeft eigenlijk een beetje dat zuurtje. Met citroenzuur. Ja, dit is echt dit is een hele lekkere in ieder geval. Ze hebben die ook met cacao. Maar die was bij ons op. Dus dat is misschien voor de andere keer. Maar deze vind ik in ieder geval echt heel lekker. Meestal heb ik 's avonds meer zoete trek. Maar vanavond heb ik dat eigenlijk niet. En ik weet niet precies hoe dat komt. Oh, wacht. Ik heb vandaag rode kool met appel gegeten. Dus dat kan wel zijn dat ik daarom nu meer zin heb in iets zoutigs. Ik heb nu een schaaltje met verschillende nootjes en kaaszoutjes en crackers. En daar gaat het om. Want dit zijn namelijk crackers van Bio Today. Het zijn maanzaad en kurkuma crackers. En er zit, even kijken,
lijnzaad in, hennepzaad, rijst, zonnebloempitten, maanzaad, curry, zout, kurkuma en oregano. En het is biologisch. Dit is ook glutenvrij, suikervrij en even kijken. Oh ja, het is helemaal vegan. Dus ik zie dit wel als een gezonde snack, zeg maar. Er zit ook een beetje gember in, maar dat zit natuurlijk in dat mix van die curry. En zoals je ziet, zie je die verschillende zaadjes zitten. En het heeft een beetje een groen-oranje-achtige kleur. Een beetje zoals de verpakking. En het ruikt ook echt naar verschillende zaadjes en kurkuma. Ik hou eigenlijk niet zo van kurkuma in mijn eten, zeg maar, als ik het door de warme maaltijd heen doe. Maar ik ben benieuwd of dit ook zo sterk smaakt of dat het toch anders is. Er zit best veel maanzaad in. Het is heel knapperig en die kurkuma is helemaal niet sterk. Het is ook niet zout. En pas wanneer je hem bijna doorslikt, dan proef je echt net dat beetje pit van de gember. Mmm! Die zijn best wel lekker. Ja, deze zou ik wel aanraden. Je hebt ook nog een andere smaak. Die kan ik misschien eens een andere keer proberen. Maar deze zijn echt wel lekker. Vertelde ik al over het veranderende ijsschap bij ons in de winkel. En ik heb al een paar varianten zoals je in de vorige proefvideo kunt zien, heb ik al geproefd. Die zal ik eventjes aan die kant denken. En nu heb ik Snickers ice cream. De Mars variant daarvan heb ik ook al geproefd. Die vond ik heel lekker. Maar ik hou van pindas. En als er ergens stukjes noot in zitten, dan denk ik dat ik dat wel lekker vind. Ik heb nu ondertussen even 10 minuutjes gewacht. Dus dan ga ik hem openmaken. Als die wil. En nou, je ziet eigenlijk meteen al een soort van chocolade nootachtige stukjes zitten. Oeh, het is heel zacht. Kijk, je ziet ook al meteen dat die karamel swirl erdoor komt. Mmm, heel zacht. Oh, je proeft die pinda. Die pindasmaak proef je echt heel goed. Kijk, er zit zo'n los stukje in. Oh, wauw. Dat is gewoon een chocoladepinda. Dat is fancy. Mmm. Dit is wel echt heel lekker. Ik vond die Mars variant, die vond ik al heel lekker. Maar die Mars variant, die lijkt iets meer, zeg maar, op die Magnum pins die je hebt. Daar zit echt een chocoladering in die Mars variant. Hier heb je eigenlijk gewoon ijs met stukken met gekoten chocoladepinda's erin en een caramel swirl, zeg maar. Ik hoop dat het gaat qua lactose-intolerantie. Bij die Mars ging het redelijk, dus misschien gaat het wel. Ik loop wel redelijk vaak langs de kassa bij ons. En dat komt voornamelijk omdat ik de lege bananendozen dan weg ga brengen. En ineens zag ik vanuit mijn ooghoeken vegan KitKat. En toen dacht ik, oh, die moet ik echt meenemen. En als je... Ik vind de verpakking ook zo leuk. Het lijkt, de eerste woorden die in me opkomen als ik naar die verpakking kijk zijn tropisch regenwoud. Het doet me denken aan Tarzan. Als je vegan eet, dan let je natuurlijk ook wel op het milieu en zo. En ja, die verpakking geeft daar wel een mooie aanblik van. Het smaakt ook echt naar KitKat met melkchocolade. Of zal die vegan chocolade echt heel anders smaken? Hij ziet er wel uit als gewoon een KitKat. Hij is een beetje gebroken. Chocolade smaakt wel anders. Het lijkt intenser. Met minder suiker. Als je zeg maar echt een candy bar hebt of zo, dan kan je zo echt die enorme hoeveelheid suiker proeft, zeg maar, dat je echt meer zoetigheid proeft dan dat je chocolade proeft. En bij deze proef je echt de chocolade. En hij is ook wel achter. Ik weet niet hoe ik hem moet omschrijven, maar ik vind hem echt heel lekker. Ik vind deze eigenlijk lekkerder. Ik denk zelfs dat ik deze lekkerder vind dan de originele KitKat met melkchocolade.
Dus dit wordt er één die voor herhaling vatbaar is. Hoi hoi! Onlangs is er bij de Jumbo een nieuwe roerbakmix uitgekomen. En ik ga die, of tenminste, ik heb er al iets te eten mee gemaakt voor op mijn werk vanavond. Maar dat is deze, de Indiaanse wokgroente. En daar zit in rode ui, wortel, flespompoen en bloemkool. En ik hou echt van pompoen, zeker nu het weer een koudere periode van het jaar is. Dus ik was hier heel benieuwd naar. Ik denk, ja, het lijkt me gewoon heel lekker. Maar dat zal ik vanavond wel laten zien. Ik heb nu pauze en ik heb de mix even gemengd met nog wat extra pompoen, verschillende kruiden, een vegan omelet. En ik heb er een broodje bij. Dus ik ga eventjes proberen hoe die is. Dat is best lekker. Die pompoen is zacht. En die broccoli is nog best wel wat hard, zeg maar. Dus dan geef je een beetje afwisseling tussen een bite en iets minder. En die rode ui geeft net dat beetje pit. Dus net een beetje spicy, zeg maar. Nee, dat is wel lekker. Hey, ik vond hem wel duur. Ik zal eventjes hier ergens in beeld plaatsen een foto ervan. Volgens mij was die 2,80 of zo. Zoiets. Dus hij is wel duur, maar ja. Dat heb je meestal bij nieuwe producten. Maar ik ga hem zeker nog eens meenemen, denk ik. En dat was ook wat ik de afgelopen periode allemaal geproefd heb. En er komen nog meer dingen aan. Heb je zoiets van, oh, ik heb dit gezien in de winkel en daar ben ik benieuwd naar. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer zo'n video van mij te zien. Abonneer op mijn kanaal als je het leuk vindt en als je meer van mij wilt zien. En dan hoop ik jullie te zien in de volgende proefvideo.